Hallo, mijn naam is Ona Hermans en ik ben 20 jaar. Ik volg Public Relations aan het Gewest te Kortrijk. Ik ben bij Public4U terechtgekomen doordat ik op Google op zoek was naar een communicatiebureau in de omgeving van Kortrijk. Ik heb heel veel uiteenlopende taken mogen uitvoeren, zoals het schrijven van blogberichten, een structuurdocument opstellen voor een website, nieuwsbrief opstellen voor de klanten, klasseerwerk en zo verder. Ik heb deze stage als heel positief ervaren. Het was een aangename werkomgeving en ook de taken hebben mij heel wat interessante zaken bijgebracht. Ik heb geleerd om uit het inzicht van de klant zijn wensen te vervullen en toch buiten mijn eigen idee te kijken wat er nog goed zou zijn in het voordeel van de klant. En ook om, leuke creatieve dingen toe te passen op blogberichten en zo verder. Ik zal even de tactiek van komen eten toepassen om een score te geven aan Public4U. Voor sfeer en gezelligheid geef ik een 19 op 20, omdat ook niemand perfect is. Dus 20 op 20 kan niet. En voor de taken geef ik een 16 op 20, omdat deze taken mij heel wat bijgebracht hebben. En ook heel interessant waren voor mijn opleiding. Wat mij zeer positief opvalt bij Public4U, is dat er een enorme vriendelijkheid is. Als klant zit je met een klein probleem, hoe klein die ook mag zijn. Je wordt meteen bediend als een koning. En wat ik ook heel erg leuk vind, is dat er bij Public4U geen chaos heerst en dat alles netjes is. Met dat ik zelf zo perfectionistisch ben, moet alles toch wel netjes geordend zijn.